De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb namelijk sinds een lange tijd weer een video voor jullie. Een maandje vlog en ik ga gelijk met jullie bijkletsen. Ja, dit voelt een beetje gek, maar ik ben er weer. Het eerste wat je misschien opvalt is dat ik nieuw haar heb. Ik heb namelijk voor het eerst mijn haar laten verven. En een paar weken geleden was dan de dag dat deze blonde plukken erbij kwamen. Het is gedaan door een Wella ambassador, Frances. Zij is echt een mega goede kapster. En ik heb dus een samenwerking met Wella. Dus in samenwerking met Wella heb ik dit hele mooie kapsel gecreëerd. En ik ben er echt mega blij mee. Tijdens de behandeling heb ik ook hele fijne producten mogen ontvangen. Namelijk van Sebastian. En dit zijn een aantal favorieten van mij. Namelijk de droogshampoo. Dit product kende ik nog niet, maar dit is namelijk een haarspray en haarolie in één. Dus je spreekt over je haar heen en dan krijg je echt een hele mooie glans. Echt heel fijn. Ik heb nog veel meer producten mogen ontvangen, maar die zou ik nog wel een ander keertje laten zien wat ik allemaal gebruik. Ik moest zelf nog eerst zo'n beetje wennen aan mijn haar, maar nu vind ik het echt prachtig. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Een beetje een nieuwe look. En dat mocht ook wel, want ik ben nu weer nieuw op YouTube. Ik ben helemaal losgegaan op de website van Lyko. Ik vind dit zo'n heerlijke website. Je hebt namelijk superveel categorieën. Eigenlijk alle merken die ik mooi vind, hebben. Ik heb dus allemaal producten mogen uitzoeken. Ik ben er zo blij mee. Ik ga het even samen met jullie unboxen. Maar ik heb het al unboxed. Want ja, ik moest alle producten natuurlijk wel even vasthouden. Dit is de inhoud van de doos. Ik heb echt mega veel leuke merken kunnen shoppen. Bijvoorbeeld van GHD. Deze hele fijne borstel heb ik aangeraden gekregen van de kapster die mijn haar heeft laten doen. En zij zei dus dat dit echt een hele goede borstel was. Als je dus net je haar hebt gewassen. Dus op nat haar kun je zelfs met deze borstel goed komen. Dat moest ik natuurlijk proberen. Hij heet dus de GHD Paddle Brush. Ik heb ook fijne kwasten mogen aanschaffen. Namelijk de 129S. Deze moet heel goed zijn voor blush. Deze van Sigma. Heel erg goed voor je bronzer. De Air Concealer Brush van Lyko. Deze heb ik zelf wel al gebruikt. Geloof mij, dit is gewoon beter dan zo'n spons. Ja, hij ziet er ook al een beetje goor uit met al mijn concealer. Dit vond ik handig voor het reizen. Mijn lievelingsparfum van Yves Saint Laurent. In een kleiner formaatje, zodat ik hem dus ook makkelijker in mijn handbagage mee kan nemen. Ik dacht, dat is slim. En dit is ook wel heel cute hoor. Het zijn 30 ml, dus het moet makkelijk mee kunnen. Guys, dit product moet je hebben. Echt. Ik heb er zoveel complimenten over gehad toen ik deze droeg. Hij is namelijk van Lancôme. Het is een lipstick, maar je brengt het aan als een soort lipgloss. Heel gek, maar het is echt heel chill. Het is ook een heel erg mooi kleurtje. De applicator is ook best wel typisch, vind ik. Maar het is dus eigenlijk een soort liquid lipstick. En hij plakt niet, hij geeft niet af. Je kan er hier wel mee zoenen als je wil. Het is echt top. En ik heb hem in de kleur 274 French D. Hij zit ook super lang op je lippen, ja. Ik ben fan. En cream bronzer van Anastasia in de kleur Amber. En als het goed is, moet dit echt een topproduct zijn. Ik durf het alleen nog niet te gebruiken. Want ik vond het zo mooi eruit zien dat het niet aangeraakt is. Ik ben zeker niet fan van MAC. Daarom bestel ik ook geen 3 producten. Nee, ik ben echt mega fan van MAC. En ze hebben dus ook MAC op de website. En toen ik dat zag, dacht ik, ik moet al mijn favorieten die ik al lang in mijn winkelmandje had zitten, allemaal bestellen. Dus ik wilde heel graag deze blush uitproberen. Het blijkt dus een beetje een crème slash poeder blush te zijn. Dus niet helemaal poeder, maar ook niet helemaal crème. Ik heb hem in de kleur That's Peachy. En hij is zeker peachy. Ook heb ik veel gehoord over de Pro Longwear Concealer van MAC. Ik heb hem alleen op tintje winter gekocht. En ik ben nog best wel bruin in mijn gezicht. Dus ik moet nog even wachten met het gebruiken. Maar hij is wel echt mega fijn. Want ik heb hem wel al aangebracht. Ik vond hem heel chill. Hij is heel dekkend. En ook gewoon heel erg mooi. Maar helaas een tintje te licht voor mij. Dus ik heb nu een N20 en die is dus ietsjes te licht. Hier word ik toch op een tijdje blij van deze kleur, jongens. Dit is gewoon letterlijk, nou ja, het is niet mijn kamermuurkleur, maar het is zo'n mooie kleur. Dit roept gewoon mijn naam. Ik heb hem dus ook al opgehad. Zo mooi. Het is in de kleur 315 Spice. En als het goed is, is hier ook een lipstick van. Iets wat ik wilde uitproberen is dus een liquid blush. Ik heb een liquid blush en die vind ik heel erg fijn. Maar ik heb niet echt een liquid blush. Dit is in de kleur Sweet Peach. Het staat dus heel goed bij mij, zeggen ze. We gaan het uitproberen. Ook nog een nagellakje van Depend. Heel mooi. En ik ben heel erg benieuwd naar de kleur. Want ik heb hem nog niet gebruikt op mijn nagels. Oh. Het is echt wel een hele mooie nude. En als laatste, hier was ik het meest benieuwd naar. Namelijk een goede dagcreme met SPF erin. Want ik vind dat gewoon heel erg belangrijk om SPF te smeren. Alleen ik krijg gewoon heel veel pukkels ervan. En ik heb dus even onderzoek gedaan. En als het goed is, is deze dus echt heel erg goed voor de gevoelige huid. Die gewoon snel reageert op producten. Dus die ga ik volgende week uitproberen als ik op vakantie ga. Daar heb ik echt zin in. En nu is de doos leeg. En één ding wat ik jullie nog even wil meegeven is dat Lyko dus ook met Black Week meedoet. Dus aankomende week kan jij je favoriete producten shoppen met korting. Dus hou de website even in de gaten. Vul vast je winkelmandje. En zo heb je sowieso een voordeel met jouw beautyproducten of andere producten die je erg fijn vindt. Ik heb mijn mandje al gevuld, dus ik doe gezellig met jullie mee. Ik heb me toch een aankoop gedaan.
Ja, je ziet misschien helemaal niet wat het is. Maar ik heb een iPad Air gekocht. Dat wilde ik al zo lang hebben. En ik heb een hele lange tijd gewacht. Want ik dacht namelijk eerst, oh, ik wil echt de nieuwste iPad. En die kwam uit en bleek die uiteindelijk helemaal niet zoveel extra's te hebben. Dus ik heb uiteindelijk de iPad Air besteld, omdat die wat kleiner is. Er zit alles op wat ik wil. En hij is goud. Op beeld is het zo lastig te zien, maar hij is dus een vleugje goud. Hij heet Sterrenlicht, dus het is niet echt goud goud. Maar hij heeft gewoon echt net zo'n kleine touch van goud. Ik zie het erin. Ik denk jullie niet, maar het maakt niet uit. Als ik er maar in geloof. Ik heb er ook een toetsenbord bij gekocht. Dit is namelijk de Magic Keyboard. Vind ik super fijn, zodat je eigenlijk ook een soort van laptop hebt als je meeneemt. En ik heb hem ook helemaal ingedeeld. Ik vind het echt zo leuk. Ik heb dit ook op mijn TikTok laten zien. Maar dit zijn allemaal plaatjes van Pinterest. En dus ook bijvoorbeeld mijn herinneringen. En dit vond ik dus ook wel heel erg leuk. Kijk, dit is namelijk I'm proud of. En als ik dus even in een sip moment zit, kan ik hier gewoon doorheen scrollen en denk ik, ja, ik heb best wel wat leuks bereikt. En dat vind ik gewoon heel erg leuk om te herinneren. Dus misschien als jij ook denkt, dat vind ik ook leuk om te doen. Download Widgetsmith, maak van dit soort schabloontjes. En zo kan je elke dag kijken naar wat jij hebt bereikt. Ik vind het zelf een heel erg mooi idee. Naast het customizen van mijn achtergronden van mijn iPad vind ik het ook heel erg mooi om mijn telefoon een beetje te customizen. En mijn laptop. En dat doe ik dus met Burda. Ik heb nu echt een hele collectie zoals je ziet. Ook op mijn telefoon zit nog een heel erg mooi hoesje. Maar dit vind ik dus echt hele chille hoesjes. Zelf heb ik deze gekocht. En uiteindelijk heb ik deze van Burda gekregen. En oh, deze top. Beschermen goed. En hele leuke printjes. Naast dat hebben ze ook MacBook hoesen. En ik heb er eigenlijk standaard nu één op mijn MacBook heen zitten. Dus dit zijn nog even de andere twee patronen die ik heb. En deze. Die vind ik ook echt heel mooi. Scherm tussen je MacBook. En wat ik dus merk, is dat mijn MacBook blaast heel snel. Omdat ik gewoon best wel veel op mijn MacBook doe. Zware programma's gebruik. En hierdoor kan hij dus wat meer ventileren. Deze Polaroids zijn niet zomaar geschoten. Maar dit zijn allemaal Polaroids van de shoot-off van Guts & Gusto. Ik heb namelijk sinds, is dat vorige week woensdag? Of die woensdag? Ik heb in ieder geval een favoriete lijn met Guts & Gusto. Met allemaal party items. Als het je is ontgaan, dan weet je het nu echt. Oh, het is een droom die uitkomt. En het was zo'n leuke shootdag. En dus alle items staan dus nu online. Allemaal glitters. Nou ja, je gaat het allemaal zien op de website. Ik zal hier even een linkje beneden hier zetten. Onder andere dit tasje. Deze metallic cowboy boots. Hoe gaaf zijn deze? Deze groene, paarse. We hebben zilveren. We hebben zwarte volgens mij. Nou, je moet maar even op de website kijken. En onder andere deze twee toffe items. Zoals je ziet, heerlijk veel glitter. Dit is een body. Hij heeft een hele mooie V-hals. En je kan hem dus aan de onderkant dus dichtknippen met van die drukknoopjes. Het is prachtig in bijvoorbeeld een high-waisted broek. Of bijvoorbeeld een toffe spijkerbroek om het wat meer casual te dragen. Ook deze geweldige zwarte jurk met V-hals en dus een strik in de taille is dus ook van mijn collectie. En het is gewoon heel erg tof om gewoon nu te zien dat mensen het dragen. Stories te bekijken van mensen. En dus allemaal hele leuke reacties erop te krijgen. Ik ben gewoon heel blij ermee. Een tijdje terug was ik bij een event van GHD. Een heel erg fijn haarmerk. En ik heb daar echt een mega mooie steltouw mogen ontvangen. Dit is volgens mij de Platinum GHD. Hij heeft dus nu gouden uitvoering. Omdat het natuurlijk kerst is. En ik vind het echt niet erg als het goud is. Weet je? Ik klaag niet. Hij is heel erg fijn. Ik heb nog nooit echt een hele goede steltoon gehad. Dus ik vind dit nu al echt heel erg chill. Met een borsteltje erbij kan je haar echt heel erg strak krijgen. En je kan er zelfs krullen mee maken. Wat echt heel erg mooi is. Ga je liever voor een tool zonder hitte, dan heb ik deze van Quinty gekregen. Zij heeft namelijk een haarmerk gelanceerd. Namelijk Hot Without Heat. Dit is het spuitflesje die je erbij krijgt om je haar even wat vochtiger te maken. Dan is het dus de bedoeling om met eigenlijk een soort van badjas. Ja, het is eigenlijk een soort badjas ding. Je snapt wat ik bedoel. Hier maak je eigenlijk een staart in je haar. En dan ga je dus om deze, hoe noem je dit? Het is heel lastig uit te leggen. Om deze sliert eigenlijk je haar doen. En als je dan ermee slaapt en dus de volgende ochtend eruit haalt, dan heb je dus heatless curls. Moet het nog uitproberen, maar ik verwacht dat het echt perfect gaat. Want in al haar filmpjes gebruikt zij het dus. En zij heeft prachtig haar. Een PR pakketje die ik ontving van NARS is echt heel tof, moet ik zeggen hoor. Hele fijne lipglossjes. Hij heeft dus een beetje ook zo'n finish die ik net liet zien van Lyko. Die Lancôme lipstick. Dat is eigenlijk een beetje dit. Zoals je ziet zit hier wat meer rood in. Maar de eerste kleur, dus die hier zit, die is echt prachtig. Mijn favoriet. Deze geven ook niet af. Dus ook een hele goede aanrader. Op Vinted kwam ik een goede deal tegen. Deze tas van Sasha, die allereerst volgens mij 80 euro was. Omdat die echt leer is. Heb ik voor, wat was het?
12 euro gekocht. Super leuke tas. Het is zo'n croissant bag. Hij heeft een ritszak aan de binnenkant en nog een ander vak. En hij zit gewoon echt heel erg mooi zo om je schouder heen. Gouden details, een breedje bruin leer. Ik zeg niks meer aan doen. Ik vind het echt een topkoopje. En ik ben heel erg blij dat ik hem voor minder heb kunnen kopen op Vinted. Jongens, dit pak. Dit schreeuwt gewoon mijn naam. Het is zo'n mooie kleur. Het is van Studio Amaya. Een heel erg mooi merk. En ik heb dus van hun dit hele leuke pak ontvangen. Een blouse met echt van die hele mooie gestikte mouwen. En een bijpassende pantalon. Zit als gegoten. Hij is alleen ietsjes te lang voor mij. Dus mama moet hem nog even vermaken. Maar het is zo... Die kleur, het is prachtig. Het is gelijk gewoon een item waar je van denkt, ja, dat is leuk. Dat heb ik ook bij dit item. Dit is ook echt een snoepje. Kijk nou. Hier word je toch vrolijk van. Het is echt zo leuk. Ik vind hem echt heel erg mooi, bijvoorbeeld te combineren met een mooie witte blouse. Om het wat meer casual te dragen. Maar zeg nou zelf, dit draag ik ook gewoon overdag. Ja, ik heb schijt. Als laatste item, waarom heb ik dit niet eerder laten zien? I don't know. Ik ben gewoon echt te excited voor alle spullen die ik dit keer heb laten zien. Voor mijn collectie, maar ook voor Lico. Mijn iPad. Weet je, het is echt een bomvolle shoplog. Maar dit heb ik nog niet laten zien. Het is mijn lievelingstas op dit moment. In Parijs heb ik namelijk deze gekocht. Deze Yves Saint Laurent tas. Hij is prachtig. Hij is precies mijn kleur. En hij past echt bij elke herfstoutfit. Hij heeft een heel erg groot vak. Dat is het. Er zitten geen ritsvakjes of iets in. Maar dat is juist zo heerlijk. Wat is de grootste tas die ik heb? Ja, je gelooft het of niet. Je denkt misschien wat een klein formaat is. Net zo groot als mijn hoofd. Maar hij is dus echt perfect. Er past nog meer in dan je denkt. En hij is gewoon geweldig. Dan waren dit alle items. Jeetje, wat een shoplog. En ik ben weer terug op YouTube. Ik ben benieuwd wat je hier allemaal van vindt en dat ik er weer ben. Ik vond het heel erg leuk om deze video op te nemen. Ik dacht dat ik me zou moeten wennen aan het kletsen tegen een camera. Maar ik heb het echt gemist. Dus ik ben er weer en tot de volgende keer. Doei doei!